Hallo, hallo, welkom terug bij Evelien Alanya Cooking. Ik weet dat het een tijdje geleden is dat ik recepten heb gepost. Ik ga je laten zien hoe ik een simpele Dawet maak, zeg maar. Iemand had ernaar gevraagd en ik probeer alle comments bij te houden. Iemand had ook gevraagd naar een recept voor een pom, bruine bonen, etc. Dat komt eraan. Tussendoor dit recept van de Dawet ga ik Jamaicaans eten maken. Rice with beans en misschien curry goat of oxtails. Ik probeer gewoon verschillende recepten met jullie te delen. Graag geduld. Mijn excuses dat het even zo heeft geduurd. In verband met privéomstandigheden. Maar we zijn terug. Ik heb een pan op vuur. Ik ga het aan de kook brengen met citroengras. En dan laat ik het goed afkoelen. Het liefst wat heel mooi zou zijn als je dit een dag van tevoren doet. Zodat citroengras echt kan intrekken in het water. Dat je gaat gebruiken om je dawet te maken. Ik ga dit alvast in tweeën breken en dan ook toevoegen. Aan de kook brengen. Goed laten afkoelen met de deksel erop. En dan laat ik je straks even verder zien wat we gaan doen. Ik zit te denken trouwens, laat me weten in de comment wat je denkt. Om straks weer in het Engels te gaan filmen. Je kan ondertiteling aanzetten of dat ik Engels en Nederlands combineer in mijn video. Zodat ik ook wat grotere bereik heb. Want er zijn sommige mensen die Engels spreken en me echt ook vragen. Goh, hoe zit dit, hoe zit dat? En ik probeer goed te kijken hoe ik jullie beide groepen kan accommoderen, zeg maar. So, alright, for those who speak English, I'm gonna make like a coconut drink from my country, Suriname. It's like basically I'm gonna cook some water with lemongrass and let it cool down so that it can really soak and get all the flavor from the lemongrass. And then I will continue to show you the next step. So, see you later. Zoals je ziet heb ik de citroengras toegevoegd. Ik ga de deksel op de pan doen. As you can see, I just put the lemongrass in the water. I'm going to allow it to cook. And after that, I'm going to allow it to just rest and cool down. And we could continue. Tot zo. See you later. Alright, welcome back. Welkom terug. We gaan verder. We hebben natuurlijk onze citroengras uitgekookt. En we laten het nog steeds afkoelen. Ik laat je het even zien hoe het eruit ziet. Now in English, so we cooked our lemongrass with some water. It's now still cooling down, so I'm gonna close the pot. Ik doe even weer alles dicht. Hier heb ik een kleine pan. We gaan even maïzena sliertjes maken. I have a pan here. We're gonna make like a cornstarch kind of a base, like almost like porridge. We're gonna make like something that you can drink with the coconut drink, the dawet. So that, and then we have all kinds of ingredients. Here I have sugar, my sugar pot. I have 300 milliliters of water. Dus ik heb suiker, 300 milliliter water. I have the cornstarch, maizena, coconut milk. I have 2 packs, but that one is for another dish. I'm gonna cook rice with brown beans tomorrow. I have this Yola Dawet aroma. It also gives it a color as well. Ik heb hier Dawet essence van Yola. Merk je, kan je bij de Oriental kopen. I don't know if you're in America or another country, if they sell it there. Otherwise, you have to Google and see if there are other alternatives to it. And this is Dawet syrup from this brand. It's like an exotic syrup with rose flavor. So dit heb ik dus ook gekocht bij de Oriental voor de mensen die in Nederland zijn. Ik neem je gewoon mee. And I have a pack of coconut juice with coconut in it as well. Pieces of coconut in it. Dit kan je ook trouwens bij de Oriental kopen. Ja, het is zeg maar kokossap met kokosliedjes erin.
Zo ja, we hebben dus onze citroengras uitgekookt. Het is aan het afkoelen. We hebben 300 ml water. Dit is om maïzena pap te maken, om maïzena slietjes te maken voor de dauwet. Suiker, de siroop. Deze hebben we dus. We hebben kokosmelk, dauwet extract, essence en kokossap met slietjes erin. Dat is het eigenlijk. En we gaan nu even de maïzena pap maken. So we're gonna make our cornstarch. We're gonna cook it on the stove until it becomes like porridge. Then we're gonna pour it out in a bowl with cold water. Dus als we het hebben uitgekookt op vuur, de maïzena, we hebben een papje van gemaakt. Die gieten we uit in een bakje met koud water. Het koud water zorgt ervoor dat het een vaste vorm krijgt. We pour it out in cold water because it's gonna get us the form that we need. Okay? Right, let's go. Alright, let's do this. Laten we dit doen. So, I have like 3 tablespoons of cornstarch. Ik heb 3 eetlepels maïzena hierin. So now I'm gonna add 300 milliliters of water. Let me show you. Yeah, cold water. Because I want to mix it first before I put it on the stove. Ik heb koud water. En ik ga koud water gebruiken om het eerst vooraf te mixen voordat ik het op vuur zet, want je wil geen klontjes. So I'm gonna add all the water in it. Just water from the tap, but just cold. I'm gonna mix this first. Make sure there are no lumps in it. We mixen dit eerst zodat er geen klontjes erin komt. Dus nogmaals 3 eetlepels maïzena met 300 ml water. You see, you get all the lumps out. I'm just checking this. I'm gonna use a wooden spoon now because I don't want to mess up my pan on the bottom. So all the lumps are out. So you have geen klontjes, see that? En we gaan niet op te hoog vuur, misschien middelhoog of een beetje aan de lage kant. We are not gonna cook this on high heat. Maybe middle high or a bit low. Just check how it goes. So we're gonna put this on the stove and I will show you. I'm gonna do it now and we're gonna continue filming. Ik ga het even nu op vuur zetten en dan gaan we verder. Nou, ik heb het nu op vuur. Het is blijven roeren. Hè? Dit moet je niet op vuur zetten en weglopen. So I put it on the stove now. This is something you have to keep stirring until it's done, until it becomes like a form of a porridge. Don't put this on the stove and walk away. Don't do it. So set dit niet op vuur en loop weg. Gewoon blijven roeren. Totdat het zeg maar verdikt. Dus ik ga dit doen en ik laat je even zo ook weten hoe lang het op vuur heeft gezeten. En hoe het eruit zou moeten zien. So I'm gonna do this for a few minutes and I'm gonna tell you how long it has been on the stove and then show you the consistency and how it looks. And like, so we are back. This is after let's say 4 or 5 minutes. We zijn terug na ongeveer 4-5 minuten. Zo ziet het eruit. Zoals je ziet is dat al aan het verdikken. Gewoon blijven roeren. As you can see, it's already thickening. Just keep stirring at this point. We are almost done. Look at this. It's like a porridge. Keep stirring like this. Blijf gewoon roeren op deze manier. See? I just put it on low heat now. Ik heb het nu even op laag vuur. En gewoon blijven roeren. Trouwens, ik heb mijn water in een bakje in de koelkast gezet. Omdat het, zodat het super koud is. The water I'm gonna pour it into, the cold water, I put it in the fridge so that it can be super cold. Nice and smooth. Do you see that? Heerlijk
en glad. Geen, hoe noem je dat? Korreltjes of zo. Gewoon lekker, glad, smooth. This is how you want it to look like. So before you put it on the stove, I advise you to just mix it. Use cold water, mix it properly and then cook it, okay? Dus ik adviseer dat je het eerst mixt met water in de pan. Gewoon koud water van de kraan. 300 ml water voordat je het gaat koken op vuur. Dan zorg je ervoor dat er geen korreltjes erin zitten. You see? So this takes about like 7-8 minutes. Het duurt ongeveer 7-8 minuten zodat het klaar is. So now it's done. This is my bowl with cold water. I put it like maybe 2-3 minutes in the fridge. So that it's really cold. Dus dit is het water. Een bakje met water. En ik heb hem vergeet. Ik dacht dat ik die andere had, weet je wel. Met die, die zilverachtige vergeet. Maar blijkbaar heb ik het bij iemand vergeten. Bij mijn broertje. Want ik kook vaak bij familie en zo. Dus ik ga gewoon deze gebruiken. So you need something like this. And a bowl with cold water. Okay, so we gaan dit uitscheppen. We're gonna do it like this. We gaan het zo doen. Ik schep alles in één keer hoor. Dan ben ik ook in één keer klaar. I'm gonna do it everything at once and I'm just done. Zo, we hebben het geschept in ons vergiet. So we're gonna press this. You see this? Je gaat het zo persen. Dan valt het in het koud water, zeg maar. Op een gegeven moment. En dan worden het het maïzena sliertjes. You see that? You just press it. So that it falls through the bowl. Gewoon blijven. Stampen. Nou ja, stampen. Ik weet niet wat voor woord ik moet gebruiken op dit moment. Nou ja, zorg ervoor in ieder geval dat de dingen in koud water vallen. En wanneer we hiermee klaar zijn, gaan we het weer uitgieten. Dus zodat we de sliertjes ook in een ander bakje krijgen. Gewoon zo. Ik vind ze dat ik dit wat... Oké, laat me het zo laten zien. Dus je drukt het aan, zeg maar, bij de gaatjes. Zie je? You just press it around the holes so that it comes out. You see that? Alright. So let's continue this. I will show you when I'm done. I'm back. I'm gonna show you another way to do this as well. I have cold water. The rest of the maizena, the cornstarch mix, I cooked on the stove. I just pour it all in the bowl and just making the little lumps with my hands. This is for myself, so I'm just using my hands. I always wash my hands when I'm cooking. Dit is ook een manier dat je maïzena sliertjes of maïzena blokjes, korreltjes kan maken. Gewoon alles uitgieten in het koud water en met je handjes gewoon zo. Wat kleinere sliertjes maken. Want het kan zijn dat je hand moe wordt als je met het vergiet moet lopen persen met het lepel aan de zijkant. Zodat je die sliertjes eruit krijgt. Dus dit is ook een manier, zie je? Het gaat ook gewoon prima.
So you can just take the bowl with cold water, and then scoop all your cornstarch that you cooked on the stove into, and then do it with your hands. But you don't really have to do this if you don't like it. This is just more an extra step that I'm showing you. This is how it's done in my country, in Suriname. You see? Then you have those little nice forms. So this is done. We're gonna use the sieve again to just pour this out so that we can use our cornstarch. We gaan dit straks uitgieten zodat we het kunnen gebruiken voor de dawet. Zie je? Klaar. Dat was hem. Done. Dus we hebben hier de helft. So we have half of the lemongrass kind of syrup. No, it's not really a syrup, but just a mixture that we did. We hebben de helft hierin gezet. We gaan suiker zetten. We're gonna add some sugar. 1, 2, 3, 4. It's not really full tablespoons. Het zijn niet heel erg volle eetlepels. Maar het moet wel voldoende zijn. We added like 4 tablespoons of sugar. They were not really full tablespoons. Just normal. And we're gonna just mix this. Dus we zetten suiker en dan gaan we dit mixen. We add it at this point because the water is still a bit hot and it's gonna make it easy for the sugar to dissolve. We doen het even nu om gezien onze citroengras smaak water nog een beetje warm is en dan kan de suiker heel snel en makkelijk oplossen. I don't want to put too much sugar because we're going to add this syrup as well. And it has its own flavor too. So we are not going to add too much sugar to our mixture. So now, next thing we are going to do is add some coconut milk. This is the brand that I use. We gaan nu kokosmelk zetten. Ik gebruik deze merk even. Shake it very well. Goed schudden. We gaan de helft zetten en de andere helft bewaren voor de andere gedeelte dat we gaan doen. Gewoon goed mixen. Nog even goed schudden. I'm gonna shake this because I don't really like the lumps. It's because also the water is still a bit hot. But when you mix it properly, it disappears, honestly. So that doesn't matter. Het water is nog best wel warm. Vandaar dat je van die soort van klonterige dingetjes ziet. But you just je mix het goed met elkaar. Zodat zeg maar verdwijnt. I'm gonna shake it again. Goed schudden weer. I'm gonna add a little bit more. Okay, now you're not really seeing the lumps anymore. Na het goed schudden zie je het niet echt meer, de klontjes. Goed mixen. Dus eigenlijk kook je water met citroengras. Je mix het met kokosmelk. Wat suiker. En we're gonna add this. We gaan nu onze dawet essence kleurstof toevoegen. Ik doe voor nu even 1 eetlepel. One tablespoon. And it's giving us that nice pink flavor. Color. It's now light pink. And we're gonna add our rose syrup. We gaan onze rozen syrup toevoegen.
Shake it very well, this one as well. Goed schudden. And we're gonna add this as well. I'm gonna add half. Ik ga de helft zetten, want ik ga de andere helft voor de andere gedeelte gebruiken. Okay. Then as we add it, then we're gonna mix it. Nadat we het hebben toegevoegd, gaan we het weer mixen. Dit geeft het nog een wat donkere roze kleur. De camera laat het niet echt zien zoals ik het zie. Zal ik het een beetje zo? Ja? Okay. Now, we're gonna add one more thing. I'm a bit off camera. I have to get it out of my fridge. And that is my pack of milk. We gaan nog één ding zetten en dat is melk. Milk. Wow. I have a lot of dawet. Jeez. It was only for me. I will have to share with some people. Somehow. So I'm adding like half of this. 1 liter. It's 2 liters. So I'm adding almost a whole liter to this. And then we're gonna mix it again. Now I'm going to taste. Because I need to know if it's. The flavor is okay. Let me just, yeah. I'm gonna add a little bit, one more. Well, let me add 2. So 3 in total. Because we added 1 in the beginning. Dus in totaal 3 eetlepels gezet. Want we hadden 1 eetlepel aan het begin gezet. Now I've tasted. I'm gonna taste again. We gaan nog een keer proeven. Wow, dit is wel echt lekker. We're gonna add a bit more syrup to this one. A bit more sugar. Een klein beetje extra syrup net gezet. Wat extra suiker. Gaat 3. So in total 7 to 8 tablespoons of sugar. It's quite a lot. It doesn't look a lot from the camera. But from my end it's really a big bowl of dawet. Give it a good stir. The best thing to do is cook the water with the lemongrass a night before. So it really soak or at least a few hours. But for now, this is a quick one so that you can add that extra flavor. I'm gonna taste again. Perfect. I don't wanna drink too much sugar. Okay? Maar je zet gewoon. Ik wil niet te veel suiker drinken. Maar je kan gewoon smaak zetten hoe jij het wil. Als je meer suiker wil zetten, ga je gang. So I'm gonna add my coconut juice with coconut pieces in it. Ik ga dit nu mijn kokossap met slietjes erin toevoegen. It has some ice in it as well. And that's perfect. So it's gonna cool everything down. You see the ice? It's kind of perfect. Perfect. Zit nog ijs in, het is perfect. Want dan laat het alles in één keer goed afkoelen. You could just cut these coconut pieces in smaller pieces, but for now I'm a bit lazy, so I'm gonna just mix this. This is one part one. Okay, we're gonna do part two. This is done. You can put it in some. I'm gonna show you at the end how I'm gonna present it. For now we're gonna put this one aside and we're up to the next one. We gaan dit aan de kant zetten. Volgende aan de next one. Volgende. We zetten de
andere helft van het water hierin. I'm gonna add the other half of the lemongrass mixture we did. I don't hope you hear me chewing. Ik hoop niet dat je me hoort kauwen. I have a piece of coconut in my mouth that I'm chewing. Ik ben een stukje kokos aan het kauwen. We're gonna add the rest of our coconut milk. We zetten de andere helft van onze kokosmelk. We know from the previous time that we need 3 tablespoons of this. 1, 2, 3. We're gonna add everything. It's almost done anyway. So 3/4 of it. And then we hebben nu dus 3 à 4 van de Yola David essentie gezet. Mix this. And we're gonna add everything that was left from the syrup. We gaan alles wat over was gebleven in de siroopfles. Het was ongeveer de helft nog. We zetten alles. We add everything. Take your time. It's a bit slow, isn't it? Anyway, let's do this quick. I'm gonna help it a bit by doing this. Ik help een beetje mee door het een beetje te schudden, zodat het sneller eruit gaat. We still have to add sugar, because I did it a bit in a different order. We moeten nog suiker zetten. Ik heb het net in een andere volgorde gezet. I'm gonna add 7 to 8 tablespoons of sugar. 7 tot 8 eetlepels suiker. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan het mixen. Then we're gonna mix it after we added sugar. We also are going to add some milk. But before I do it, I'm gonna add a little bit of milk in this syrup bottle. Ga een beetje melk erin zetten. I don't like things to go to waste. I'm gonna shake it. Ga dit schudden. Melk erin gezet. En weer toevoegen. Zodat we alles hebben. I'm gonna do the same with this little bottle. Ga hetzelfde doen met de David essence. Nothing is going to waste. Shake, schudden, ook toevoegen. De fles weggooien. Je zou eigenlijk alleen kokosmelk kunnen gebruiken en geen melk. Ik zet nog een klein beetje melk erbij. You don't really have to add extra milk. You can just use only coconut milk. It's for the extra flavor, for the extra smaak. We gaan dit goed schudden. Goed mixen. Mix it very well. Okay, we're gonna taste now. We gaan proeven. I like it. I really do. Het is zo lekker. Je proeft de frisse citroengras smaak. You taste the fresh lemon grass flavor. Wat we nu gaan doen, we gaan onze maïzena slietjes toevoegen. Je hoort water aan de achtergrond omdat ik het aan het uitgieten ben. We're gonna add our cornstarch mixture. Those little things that we made at the beginning. I'm just getting the water out of the mixture so that I can use it. Zo, we hebben onze maïzena stukjes. Zie je dat? Dan gaan we toevoegen. We add our... This is not mandatory.
Dit is niet verplicht, maar je kan het gewoon doen. Dit is net als bij Mae. Natuurlijk, Mae doet het beter natuurlijk, hè. Moet je wel eerlijk zijn, maar ja. Kijk, zie je? Weet je wanneer je bij Mae gaat? Toch Suriname? Dan ging ze scheppen met zo'n ding, toch? Dan zie je die maïzena stukjes erin, zo. Zie je dat? I'm just telling those who are Surinamese as well, in our home country, then the lady that is selling it, you will see the cornstarch pieces in it, and then she will use a spoon like this, and a little plastic cups. Wow, it's just memories from back in the days, guys. Herinneringen van vroeger. Heerlijk. Nou, dat was het eigenlijk. We hebben eentje met maïzena. We have one with the cornstarch mixture and the other one with coconut pieces in it. So that's it. I'm gonna show you how I'm gonna do this at the end. Bedankt voor het kijken. Laat je feedback achter. Hoe vind je het dat ik het een beetje switch met Engels en Nederlands? Let me know your feedback. Do you think it's okay for me to continue to do both English and Dutch in my videos by speaking both languages? Or you think, girl, just do it in Dutch. We will follow in English. We will just put the English subtitle on and we will be fine. So laat me weten. En hopelijk was deze video duidelijk. Het was ietsje langer omdat ik twee talen heb gesproken. Ja, vergeet niet te abonneren. Like deze video gelijk. Nu. Doe het nu. En abonneer. Ik zie jullie volgende keer. Waarschijnlijk heb je morgen van mij weer een video of zo niet zaterdag. Yeah, I'll see you this weekend. Bye. Nou mensen, dit is het uitresultaat. Deze is met maïzena. En deze is met kokos. Je ziet een kokosstukje erin als het goed is. So this is it people. This is with the cornstarch pieces in it. And this is with the coconut one. And I have a lot. There's still some left even in one of the bowls. I have these. Ik heb deze flessen. These bottles. I'm gonna put them in the fridge. This can also be used in the fridge. But I have to cover it. Dit moet je wel bedekken als je dit in de koelkast zet. Je kan deze flessen gebruiken. En ja, we gaan lekker proosten. Proost. Dit is een lekkere Dawet. Is het laat maar. Ik ben te moe om met mezelf grapjes te maken nu. Ja, vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie de volgende keer. Ik hoop niet dat deze video te lang wordt vanwege de uitleg. Maar ik hou van jullie. En tot ziens. Tot de volgende keer.